Morgen, jongens. Morgen, pap. Pap? Het is Valentijnsdag, Sue. Dan kus je degene van wie je houdt. Kussen? Bleh. Dan wil je deze Valentijnskaart zeker ook niet. Bedankt, mam. Hij is ook van mij. Dat is echt grappig. Bedankt. Oh, daar is hij. Kijk eens wat ik heb gekregen van opa. Ik heb ook een Valentijn. Deze is voor Omi. En ik ga hem nu meteen aan haar geven. Fijne Valentijnsdag voor iedereen. Hoi, Sue. Hoi, Elsie. Fijne Valentijnsdag. Dank je. Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw. Je bent mijn beste vriend. En ik die van jou. Dat is geweldig, Elsie. Ik heb het rijmpje zelf verzonnen. Het spijt me. Ik heb geen Valentijnskaart voor jou, Elsie. En ik had er ook helemaal geen voor mam en pap. Je kan toch een kaart voor ze maken? Maar aan één kaart heb ik niet genoeg. Omi wil ook een kaart. En opa en oma willen er ook één. Dat zijn drie kaarten. Dan maak je toch één grote mooie kaart voor je hele familie. Sue's familie Valentijn. Wat een goed idee, Elsie. In dit kastje moet haast wel een familiefoto liggen. Oh, Sue, ben jij dat? Ja, kijk Elsie, jij en ik. Kijk eens naar je opa en zijn racefiets. En moet je zijn haar zien? Oh, maar ik kan geen familiefoto vinden. Een tekening maken is sneller. Goed idee, Elsie. Ik ben klaar. Er passen niet meer mensen in mijn tekening. Een tekening is niet zo mooi als een echte Valentijnskaart. Je kan je tekening in een lijstje doen om het af te maken. Een lijstje dat versierd is. Met leuke dingen erop. Die me doen denken aan mijn familie. We moeten onthouden waar we alles gevonden hebben. Want we moeten het wel weer terugleggen. Omi Scharen lag in haar borduurmandje. Aan wie doet dit plaatje je denken? Mam, die is dol op bananen. En dat lachenbekje van de koelkast doet me ook aan haar denken. De postzegels zijn van pap. Die lagen in dat laadje daar. De kleine rode hartjes die in de keuken lagen zijn van oma. Daar versiert ze altijd haar taarten mee. En we vonden het touw van opa en het zakje zaadjes buiten op de tuintafel. Aan wie doen deze ijswafeltjes je denken, Sue? Nou? Aan mezelf. Ik ben dol op ijs. Oh, hallo jongens. Ik ben op zoek naar mijn rolletje touw. En ik ben ook al een pakje zaadjes kwijt. Waar zou ik ze toch gelaten hebben? Ik weet het niet. We moeten de spullen verstoppen voordat iemand ziet wat we gaan doen. Oh, heb ik mijn taartdecoraties hier misschien laten liggen? Die kleine rode hartjes. Maakt niet uit, ze liggen vast in de keuken. Ik hoop niet dat ze het erg vinden dat we hun spulletjes hebben geleend. Rustig maar, ze krijgen alles terug. We gaan naar buiten, in de tuin kan niemand zien wat we doen.
plak het lachenbekje op mama's hoofd. Dat stuk touw van je opa lijkt op zijn haar. Hallo, heb jij mijn postzegels gezien, Sue? Hallo, pap. Oh, dat is interessant. Opa heeft ook postzegels, pap. Goed idee, Sue. Dan vraag ik er één aan hem. We moeten de tekening ergens anders afmaken. Ziezo, Sue's familie Valentijn. Kijk wat Pok wil dat we gebruiken. Volgens mij probeert Pok te zeggen dat er helemaal niks staat van hem in Sue's familietekening. Dank je, Pok. Met jouw Ferry is mijn tekening nu nog mooier. En jij bedankt, Elsie. Zonder jouw hulp was dit nooit gelukt. Geen probleem. Ik vind kaarten maken leuk. Oeh, ik moet voor het eten thuis zijn. Ik hoop dat ze je Valentijnskaart mooi vinden. Dag Elsie, bedankt voor je hulp. Graag gedaan. Er is maar één persoon waar ik geen Valentijnskaart voor heb gemaakt. Aha, daar is hij. Daar is wat, Sue? Deze foto van Elsie en mij. Oh, dat is een hele leuke foto van jullie tweeën. Wat wou je ermee gaan doen? Ik wil er een Valentijnscadeautje voor Elsie van maken, opa. Wat een leuk idee. Hij zou nog leuker zijn in een lijstje. Oh, kom maar mee. Ik heb precies wat je zoekt. Aha. Zo, hij past perfect. Ik wist dat dit lijstje van pas zou komen. Dank je, opa. Oké. Neem maar mee. Nog niet. Ik wil het fotolijstje versieren voordat ik het aan Elsie geef. Wat goed, Sue. Dat was geen eenvoudig klusje. En? Ga je hem nu aan Elsie geven? Eerst moeten we nog één ding doen, opa. Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw. Ik hou van het park, vooral met jou. Dat is geweldig. Goed zo, Sue. Het is niet zo goed als Elsie's schijmpje voor mij. Dat was briljant. Oh, kop op. Probeer het nog eens. Oké. Rozen zijn rood, ijsjes zijn blauw. Oh, dat klinkt niet goed. Eens denken. rozen zijn rood, tulpen zijn oranje. Ik kan niks bedenken dat rijmt op oranje, behalve franje. Hé, jongens, aan tafel. Rozen zijn geel, ik kijk soms schil. Haha, rozen zijn leuk, ik lig in de deuk. Oh, dank je, Bisou. Je Valentijn is prachtig. Voor iedereen waar ik van hou. Wat slim van je om die kleine dingetjes naast ons te plakken, lieverd. Dat zijn dingen die me aan jullie doen denken. Ik ben heel blij met mijn lachenbekje. En ik ben blij dat mijn postzegels terecht zijn. Je mag ze wel terug, pap. Ik had ze alleen geleend voor de kaart. Ik laat ze lekker even hangen, want dan weet ik waar ze zijn. Je mag mijn suikerhartjes ook houden, Sue. Ze staan enig op je tekening. Dank je, oma. Ho, ho, ho. Wat een geestig touwkapsel heb ik. Oh, je bent een goede knul, Sue. Dat is de mooiste Valentijn die ik ooit heb gezien. Fijne Valentijnsdag voor iedereen. Hey, Sue. Hoe vonden ze hun Valentijnskaart? Geweldig. En deze is voor jou, Elsie. Fijne Valentijnsdag. Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw. Elsie is de coolste, helemaal wauw. Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw. Je bent mijn beste vriend en ik die van jou. Oh, mooi. Echt prachtig. Hmm. Kijk, mijn schilderij.
Weet je, dat gezicht doet me aan iemand denken. Goed gedaan, Zoe. Het is echt prachtig. Ja, het is bijna net zo prachtig als het model. Het lijkt erop dat we een echte schilder in de familie hebben. Oh, wat dat betreft, het hek heeft ook nog een likje verf nodig. Nou, tot straks. Hallo. Hoi, Zack. Wow, die is echt heel mooi. Oh. Ik wou dat ze eens van mijn schilderij op een exopiet laten zien. Wie weet, Zack. Wat is er veel publiek? En dat al de hele week. De expositie is een groot succes. Hoor je dat, Sue? Straks willen ze je alvast boeken voor de volgende expositie. Lijkt me leuk. En de volgende keer maak ik een schilderij van pap. Hmm. Oké, Pok. Jij mag er ook bij. Kijk, Sue. Een brief voor jou. Voor mij? Je bent een zeer getalenteerd schilder. Ik hoop binnenkort meer van jouw werk te kunnen bekijken. Kijk eens aan. Zo te horen heb je een bewonderaar. Dat is je eerste fanmail. Maar dat is spannend, zeg. Van wie is het? Weet ik niet. Er staat alleen één van je anonieme bewonderaars. Wat betekent dat? Dat betekent dat je een geheime bewonderaar hebt. Een geheime bewonderaar? Opa, opa, kijk! Ik heb een geheime bewonderaar. Kijk eens aan. Weet je, ik schilder al heel wat jaartjes en ik heb nog nooit een bewonderaar gehad. Hey, oma! Door de expositie ben ik nu beroemd. Ik heb een brief van een geheime bewonderaar. Oh, dat doet me ergens aan denken. Heel lang geleden, toen ik nog een stuk jonger was, had ik ook een geheime bewonderaar. Hey, wat is dat? Een droogbloem? Oeh, het lijkt wel een klaproos van Zena. Dus deze bloem komt misschien bij Elsie vandaan. Dan is mijn bewonderaar dus een meisje. Dan ga ik haar nu bedanken. Hallo. Hoi. Elsie, ik heb iets voor jou. Oeh, dank je, Sue. Wat vind je ervan? Het is echt heel mooi, maar ik ben vandaag niet jarig of zo. Dus waarom? Omdat ik iets wilde doen voor mijn geheime bewonderaar. Je geheime bewonderaar? Dat ik jouw werk mooi vind, is geen geheim, hoor. Oh, maar... En je brief dan? Welke brief bedoel je? Deze brief. Deze brief is niet van mij, Sue. Maar de afzender vindt jouw schilderijen net zo mooi als ik. Die bloem zat ook in de envelop. Oma zei dat hij uit jullie tuin komt. Ja, dat klopt. Het lijkt wel een van mama's klaprozen. Kom, we gaan het vragen. Hallo. Hallo, Sue. Sorry, is dit een van uw klaprozen? Jazeker. Ik droog ze voor meneer Zoe. Hij wilde ze hebben voor in de winkel. Meneer Zoe? Weet je, Zack heeft heel veel mooie dingen over mijn schilderij gezegd. Misschien is Zack jouw geheime bewonderaar. Oh, nee, niet op die manier. Oh, dus jij denkt dat er nog een betere manier is om te schilderen, of niet soms? Oh, sorry. Pap, opa, mogen we naar de winkel van meneer Zoe? Oh, wat hebben jullie een haast, zeg. Ja, volgens mij weten we wie mijn bewonderaar is. Ik wou dat ik een bewonderaar had. Het spijt me, Zoe. Ik kan hier nu echt niet weg. Het hek moet klaar zijn voordat het donker wordt. Maar papa wil vast wel met jullie mee. Natuurlijk wil ik dat. Ja! Zack? Hallo. Hoi. Hallo, kan ik Zack even bij jullie laten? Ik moet nog boodschappen doen. Ja, natuurlijk, mevrouw Zolly. Zack, is deze brief van jou?
Nee. Ik heb nog niet geleerd hoe je aan elkaar moet schrijven. Maar van wie is hij dan? Waarom vraag je het niet aan meneer Zoe? Ten slotte heeft Sena hem de droogbloemen gegeven. Ik wacht hier wel even. Blijf niet te lang weg. Oké. Bedankt, meneer Zoe. Klein momentje, mevrouw Solly. Mm-hmm. Als een van mijn trouwste klanten wil ik u dit geven. Je moeders klaprozen. Om u te bedanken. Dank u. Hallo, meneer Zoe. Hallo, meneer Zoe. Goeiedag. Wat kan ik voor jullie doen? We vroegen ons even af, aan wie heeft u de bloemen nog meer gegeven? Aan al mijn trouwe klanten. Oh, dat zijn er dus echt heel erg veel. Rustig maar. Ik heb er ook een paar voor jullie. Bedankt, meneer Zoe. Dag. Succes. Ik kom er nooit achter wie mijn geheime bewonderaar is. Maar een geheime bewonderaar moet toch juist geheim blijven? Ik denk het wel. En hoe verloopt de zoektocht naar de geheime bewonderaar? Niet zo goed. Ze komen er maar niet achter wie het is. Maar wat pap zegt, het moet eigenlijk een geheim blijven. Zo. Huh? Ik heb ook een brief. Bedoel je dat jij ook een bewonderaar hebt? Ja, en kijk. Geen naam, maar alleen een droogbloem. Net als in jouw brief. Oeh. En is het van dezelfde geheime bewonderaar? Daar lijkt het op. Laten we de handschriften vergelijken. Oeh, goed idee, Elsie. De E en de T zijn hetzelfde. Oh. Dan zijn deze twee brieven dus van dezelfde persoon. Maar dan weten we nog steeds niet wie het is. Hebben jullie naar de envelop gekeken? Misschien is er nog een aanwijzing. Dat is grappig. Er zit geen postzegel op de envelop. Dan heeft diegene onze brieven dus zelf bezorgd. Misschien heeft iemand iets gezien. Ja! Mam? Ja, Elsie? Heb jij gezien wie deze brief bezorgd heeft? Nee. Eigenlijk heb ik vandaag helemaal niemand op straat gezien. Behalve jouw mama, Zoe. Mam? Dan denk ik dat ik weet wie onze bewonderaar is. Ze is er niet. Mama is eventjes naar de winkel, Zoe. Ze komt zo weer terug. Kijk, een boodschappenbriefje. Mama is het vergeten. Kijk even naar het handschrift. Ja. Het is precies hetzelfde. Aha, jouw mama heeft de brieven geschreven. Ik was bang dat ik het hek nooit af zou krijgen. Hé, jammer. Jouw mama is mijn boodschappenbriefje vergeten. Jouw briefje? Heeft u dat geschreven? Maar dat betekent... Jij bent de geheime bewonderaar. Jullie hebben het dus toch ontdekt. Maar hoe kan dat dan? Mam heeft hem gepost. Nou, ik heb de eerste brief zelf gepost. En ik liet mam die van Elsie posten. Maar waarom moest het een geheim zijn? Je kan toch gewoon zeggen dat je onze schilderijen mooi vindt? Weet je, soms is het ook leuk om in het geheim bewonderd te worden. Vind je ook niet? Vind ik ook. Hallo, Elsie. En Zoe, dit is voor jou. Voor mij? Weet je het zeker? Ja, ik vond het voor het hek. Ik denk dat het van je geheime bewonderaar is. Deze keer ben ik het niet. Oh, dan heb ik een nieuwe geheime bewonderaar.